De muzikanten. Ik maak gitaar voor professionele muzikanten. En ik bekijk dat als een tool dat ik maak voor een muzikant om te uiten. En als ik dan kijk naar de Sarah Bettessen en de... Allee, elke muzikant dat op mijn gitaar speelt, die weten wat dat ding kan. Die een extra... Je kunt een standaard gitaar nemen. Mijn gitaar kan net iets anders klinken. Net buiten die comfortzone liggen van de standaard klanken. Maar ze moeten daarop kunnen vertrouwen. Ook. Dan moet je stem blijven staan. Dan moet je een stootje kunnen. Dus dat is kwaliteit eigenlijk. Een kwaliteitsluxe tool dat ze hun kunnen veroorloven. Waar ze redelijk fier op zijn. Zo bekijken ze dat, hoop ik dan. Mijn intentie is ook van een instrument te maken dat ze na 10 jaar zeggen, oh, die Nilco-gitaar die is toch wel goed. En dat ze dat dan een pietje voor een studio of whatever werk of voor een live gebeuren. Als het nodig is, hè. Je gebruikt niet altijd dezelfde bijtel, hè, als houtbewerker. En zo is dat ook bij een muzikant die dat een collectieken heeft.